Zeker. En ja, het gekste item uit die veiling was... en eigenlijk niet eens het gekste item, vond ik... maar het gekste uitkomst. Ik heb ook een vibrator geveild... die voorkwam in het boek De Hartsvriendin. Oh, dat is deze. Dat is deze. Een vibrator? Ja. Zeepaardje. Het is een onhandige vibrator. In dat boek staat ook helemaal beschreven... dat die hoofdpersoon er helemaal niet mee uit de voeten kan. Dat gaat helemaal mis. Sinterklaas kapoentje. Maar zie je het bedrag ernaast? Ja, 850 euro. Daar is een biedingsoorlog ontstaan tussen een Belg en een Nederlander. Die zijn helemaal gaan bieden. En is voor 850 euro. Maar was het dan hetzelfde als met die onderbroek van jou... dat ze dachten dat jij hem gebruikt had? Is dat, ik heb nooit onderbroeken geveild, naar mijn weten... Nee. Nee, maar Dries. Dries net. Oh, Dries, ja, zijn zwembroek. Oh ja, sorry, zijn zwembroek. Sorry, ja. Maar, ja, maar ik had niet 15 van die vibrators. Nee, ik had er echt maar één en hij was echt onhandig. Maar het erge was wel, ik moest hem opsturen en de oplader had ik niet meer. Dit ongemakkelijk, zeg. Nee. Ja. Ja, als je mij direct vraagt, heb je wel eens geveild tussen mijn nagels? Ja, maar... Dus ik moest hem opsturen en een briefje erbij gaan. Sorry, de oplader ben ik is kwijt. Ja. Maar, enfin, ik wil nog veel meer weten, maar laten we even achterwege.